Jullie raden nooit wat ik heb. Nou, ik ga de ultimate fishing route! Yay! And I said, yay, yay, yay! Ja, zo maar met En dan hebben we de touwler en hij is aan het vissen op gras. En hij staat hier tegen mijn hand te slaan. Hey touwler, hey. What's going on? And you say... Goedemiddag allemaal, dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Let's Do Special Minecraft. Dutch Gaming Nation is er op het moment niet bij. Tommy zou misschien ergens tussen deze aflevering binnenkomen. Dat weten we niet zeker. Hij heeft de vishengel en hij is er heel erg blij mee. Maar we zijn hier natuurlijk ook samen met... Xela Creations, hallo. Goedendag. Goedendag. Is dit een voicemailbericht of is dat serieus? Spreek iets in naar de piep. Doei. Dus... dit keer ben ik niet vergeten mijn timer te zetten en ik dacht bij mijn eigen, aangezien dat dit zaterdag en zondag, ja, het is eigenlijk best wel een spannend weekend voor ons allemaal, dus ik ga gewoon heel erg mooi een huiskamertje maken, waar dat wij gezellig kunnen zitten en misschien zelfs voetbal kunnen kijken, als we ze eventueel zo willen. Maar dan heb ik een PC, nee, geen firewall, nee! 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 Alex! Oh, dit wordt zo high musical alweer. Wat zei je? High musical? Excuse me, I need to kill somebody. Nee! Nee! Oh mijn god. Ik kan er niks aan doen. Ik ga eventjes een computer maken en dan ga ik... Heb ik genoeg emeralds? Ja, ik denk het wel. Welko. Nee! Hey. Ik denk dat we iets achter ons aan hebben. Nee, je hebt toch niet... Attack squids zitten daar. Ik heb ze niet neergeschoten. Ik ga dit keer niet doen, want dan komt de onweer en dan... Ja. Tornado. Ik denk eerder dat ik bang ben voor de Kraken als voor die tornado. Ja, eerder bang voor Alex, want die veroorzaakt dat altijd. Ja, dat is ook wel weer zo. Ik zal heel eventjes mijn brightness een beetje trouwens, dan kunnen jullie me beter zien. Leuk, hè? Maar... Alsof dat je dat wil zien, zo'n ja. Redelijke Mario-simpel. Ja, dat klopt. Nou, wat zijn we toch weer vriendelijk, Alex? Graag gedaan. Sheesh. Wat is jouw probleem, man? Nou, alles eigenlijk, heel de Maar dat was een leuke Q&A-video. Ah, thanks. Dus, heeft ook behoorlijk... Daarvoor had ik ook gisteren en eergisteren eventjes ook zoiets van... heel even rust, want dat duurde echt ontiegelijk lang om dat te bewerken. Mm-hmm. Dus... Even kijken, want ik heb rest van... Oké, ja. Dus ik kan me voorstellen. Ah. Ja, ik vind het wel mooi hoe dat wij allebei, zeg maar, onze eigen verschillende stijl hebben. Hebben we verschillende stijl dan? Ja. Oh, dat heb ik niet gezien. Serieus, je moet eens een keer wat meer kijken als alleen animaties, Alex. En ik heb een PC. Oh mijn god, een PC! Oh. Dat was wel heel erg hoog. Oh, sorry! PC! Ja. Ik ben een PC! Je hebt een wc. Wat is het voor aflevering? Nou, dit is de aflevering. Wanneer er zoveel wordt gelachen dat iemand flauw valt. Shut up, you! Jeetje. Dit is gewoon een remix gewoon van alles en nog wat. Ja, ik blijf er zo in hangen ondertussen, zeg. A wimba wee! Dus ik probeer een tafel te maken, nog! Oh, dit is zo erg. Op zoveel niveaus, hè. Oh mijn god! Ik zeg, shut the foop up! Oh. Wimbo, ja! Oh. Oké, die zat echt. Oké, het gaat weer. Shut up! Mag ik van iemand de park?
Foink. Nee, maar... Dat doet me denken aan de vage geluid van Sergeant Tortelli. Ik wil een... Zo. Ik weet niet wat voor een geluid dat was, maar... Not the bees! Of is het de Mantis? Mantis. Mantis, ja. Maar die kan je toch aan? Ik pak hem wel. Special. Ik blijf gewoon lekker hier. Oh, hier zit er een. Hier, hallo. En hoezo heb ik... Hallo, vlindertje. Oké, wie heb je 300 meter naar beneden gegraafd, random? Alex. Nee, ik heb dat niet gedaan. Ik heb een redden. Tuurlijk niet! Nee, ik graaf nooit terug naar beneden. Ik ben geen noob. Ik ben geen noob. Nee, je bent een boon. Ja. En did you try? Oh my god! Did you... Alex, overhoog! Omdat dat eigenlijk mijn echte stem is. Oh, dat verklaart een hoop. Somebody seriously kicked in the nuts! Klopt. Zo hard dat ze niet meer zitten. Oh man, you gotta be... Nee! Hier heb ik problemen mee. Nootjes in mijn... Vieze, stomme stinktornado. Wat? Ja, hier moet je dit zien. Bij mijn farm. Ik kom even kijken. Maar kijk. Oh my god. Zand in mijn raam. Ja. Kan ik nou repareren? Hier. Met zand. Hier. Ik heb wat voor je. Ik heb nou gewoon ook echt zin... Oh. Is it fried? Oh my god, what is fried? Dat stemmetje. Oeh. Oh my god, wat mijn. Mijn. Hey. Sorry. Nee! Ah. We gaan eigenlijk allemaal gewoon bij mij. Ik ga nou gewoon een televisie maken. Ik ga een zithoek maken. Dan gaan we allemaal hartstikke gezellig in Harmony. Dan gaan we allemaal gezellig televisie kijken. En dan gaan we allemaal kijken naar de cutscenes van CDI. Nee. Okay. Ja. Shit. Misschien dat ik het dan afleer. Precies. Ik heb het helemaal gehad met dat. Ik ga het niet zeggen van jou. Nee, nope, not gonna happen. Nope. Met de hi. In de zee, in de oceaan, Jaws? Ja. Ah. Maar dan op een speciale toon. Ja. Ik heb een gewoon veel beter idee. De eerste beste die het zegt, die krijgt hij zelf anders voor zijn toko. Een dood? Nee. Ik doe geen PvP als het niet nodig is. En dood. Nee, kikken. Nee, ook niet. We gaan niet meer kikken. Oh. Eerst even gaan vragen natuurlijk van wat zou het misschien kunnen zijn voordat ze het doen. Sneaky hoor. Ja. Echt die gasten af en toe hoor. En daar moet ik dan mee samenwerken. Klopt, met mij moet je dan. Nou, dan ga ik maar, doei. Ja, we gaan allebei. Nou, gezellig. Oké, doei. Dus, nou, in ieder geval wat je dus met die PC kan, dat is, je kunt dus op Mindbay. Juist. Ja. Leuk. Leuk, hè? En dan kun je dus zeg maar gewoon dingen kopen. Dus wat gaan we nou kopen? Kopen. Koop dan! Koop dan. Sorry, ik kom niet later. Koopavond. Even kijken. Waarom hebben ze geen oranje bank? Ik wil een oranje bank. Sounds interesting. Nou, dan pakken we groene. Vooruit. Ik kan in ieder geval zeggen, I tried. Oh my god, did I try? Yeah. Do you wanna build a snowman? Ach, let it go. Let it go. Ja, ik wil ook een lamp. Oh, nou kan ik ook een deurbel. Ik wil een deurbel. Deurbel. Ja, ik heb een deurbel. Ah, oh, zeg. Ik moest kloppen, want de bel deed het niet. Dag iedereen. Even kijken, wat voor tafeltje zou ik dan... ja, zo'n tafeltje inderdaad. Dat is goed voor die... En dan deze wil ik eentje maken. En daar hou ik het wel even bij. De rest van mijn emeralds bewaren ik gewoon eventjes.
Maar lekker bouwen aan ons huis, hè? Mm, gezellig. Ik voel me net zo'n eigen huis- en tuinaflevering. I said hi. What's going on? Dat is super veel editen volgens mij. Oh, nou ga ik het ook maken ook! Nee. Special! In, ja, ik weet het, toekomstig kikje gaat me haten. Special in 5, 4, 3, 2, 1. Hi. I said hi. What's going on? Jullie haten me nou voor heel erg. Dankjewel! Oh, krijg je zo gewoon niks van dat de editor geen zin in heeft. Dan gooi je een zwart schermpje met. Ja, bekijk het even. Doe het lekker zelf. Wacht. Oh. Dat slaat. Jezus. Werkt niet. Denk jezelf in de vierde persoon praat, werkt niet. Als je het dan zelf moet gaan doen, doe het lekker zelf. Ja. You get the point. Nee. Dat is niet mijn probleem. Eigenlijk wel. Well, because you said... Hi, yeah, yeah. Hi, yeah. Wat was dat woest? Yes, hi. What's going on? Nou, welkom bij het beste... Dat is echt het trollen. And you said nee. Nee. No. Denied. Nee. Ga even naar emote. Hij zet nee. Kijken. Zak door de play. Hier heb ik. Oké, die kan eruit. Is niet. Dus. Nou, gezellig. Ja, inderdaad. Ik bedoel... Nou dat er niks gebeurt, hebben we gewoon de grootste lol eigenlijk. Door weet ik voor wat is. Eventjes snuitje. Ik denk zeker de kijkers die denken bij hun eigen van, nou, we hebben die wel niet gesnoven voordat ze zijn begonnen met opnemen. Nou, ik heb eigenlijk wel een groot verhaal erover. Oh, nou. Dames en heren, jongens en meisjes, hier komt het verhaal. Er is eigenlijk geen verhaal. Hier komt geen verhaal van Excel Creations. Dank jullie wel. Saai. En dat was saai. Saai. Jongens. Alex, je moet echt, we moeten dat soort video's met elkaar toesturen voordat we gaan opnemen. Maar ik heb goed gedaan. Is dat nou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, komt-ie. Hey, Jij verstoort mijn deurbel. Dat is vanaf nu je deurbel. Ja, elke keer als ik aanbel. Nog meer editwerk voor deze aflevering. Leuk, dank jullie wel jongens, jullie zijn top. Graag gedaan. Hey, dank. Wij censureren alles, zelfs het camerabeeld wat hun niet zien. Ik heb nog steeds geen idee. Even kijken, dan heb ik nodig nog, even kijken, in redstone. And you tried. En dat nummer dat blijft nou echt de rest van de dag in mijn kop zitten. Thank you guys! Graag gedaan. Ik? Ja, tenzij jij geen guy bent. Nee, ik stuur het niet naar je. Oh nee, sorry, je bent een handdoek. Dat waren we vergeten, sorry. Okay. Sorry. Handdoekzout. Oké. Okay. Handdoekzout. Ja, dan wordt het woord van 2015. Handdoeksound. Palingsound, handdoeksound. Ja, gewoon handdoeksound.
Kan dat nummer alsjeblieft? Maar dat wordt niet riet dan. Alsjeblieft. I like. Okay, ik let it go. Let it go. Laat het gaan met een banaan. Laat het gaan. Mijn hoofd kan dit laat gewoon niet meer aan. En waarom ben ik zo snel? Oh ja, ik heb dat ding. Bouw een toren. Zonder wat oren. Oké, jongens, jullie willen edit humor? Nee. Ja, oké. Dan komen jullie gezellig. Ah, dat doen we wel als het dag is. Want ik heb iets... waar we met z'n allen naar kunnen kijken. Maar dat moet wel dag zijn. Op z'n minst. Kunnen kijken en vergelijken. Did you try? Nope. Gelukkig, gelukkig. We raken het kwijt. Mooi. Dat is de bullet. Huh? Langer. Oh, ik heb nou echt geen zin om dit te gaan bewerken. Maar ik doe het toch. Voor jullie. Dat is zo. Oké, okay, dus daarvoor moet ik naar de Danger Dimension. Naar de wie? De Danger Dimension. Ik zit al alles te kijken van Orspan. Het makkelijkste waar je gewoon naartoe kan is eigenlijk naar de Nightmare Dimension, omdat daar alle bazen eigenlijk voorkomen. Ja. Ja, ik zie jou er echt niet heen gaan. De vorige aflevering wou je niet mee. Nee, dat was maar de T-Rex aflevering. Je weet al, I'm a motherfucking T-Rex! Oh. Ik heb al twee items van... de Big Brother. Ik wilde elke episode één... Nee, niet elke episode. Daar gaan we gewoon nog heel erg mooi op focussen. We zijn nou gewoon met rustgevende dingen. Oké, okay, daar ga ik voor. Misschien in de volgende aflevering dat we wel een beetje gaan hunten. Want ik ben al bij leiders. Snap je? Ja. Alles gewoon op zijn tijd, my boy. Wat? Oh shit. Ik heb geen cobblestone. Don't do it. Wow! Wow! Ja, ik heb een probleem. Okay, yes, ik heb een groot probleem. Help. Ik hoop dat het niet tegen mijn huis was. Kijk, we worden er wakker van, hè? Wat is dit nou? Wow! Wow! Wat is dat? Help. Dat is mijn maag. Wacht je! Oh, het is een dirt creeper. Oh, wat eng. En it's gone. Zo, ja, achter jou! Oké, ik ben weg hier. Leaving. Wat is het dan? Ik schroef Wat is het dan? Nou, dat was die enge. Oh, dat en was de wraak van de duisternis. Ja, die was hem echt. Ja, en die zat achter mij aan. Oh mijn god, dat ding had 750 HP. Ik vind het eng. En keek je ongeluk aan. Nee, volgens mij niet. Volgens mij ben ik hartstikke safe. Hij komt echt out of nowhere gewoon weer. Ik vond het wel mooi. Ik zo, oh kijk, het is Dirt Creeper. Poef. Ja. Oh, wat is dat nou? Oké, het is een Ultra Rusting en de Reaper, de Flipper. Flipper! Oh, nou. waar is hij nou? Hij zit bij mij in mijn keldertje. Oh nee. Oh, hij zoekt rond, hij zoekt overal heen. Waar is hij nou? Ja, ik heb... Hij staat erbij, ja! Er staat een... Wat is dat? Een mutant creeper staat op... Ja, dus gaming nades in zijn dak. Zullen we hem neerschieten? Oh, nee. Wat zijn huis is van dirt en dan is het helemaal weg gewoon. Kan iemand mij helpen? Misschien kan ik hem wegschieten. Niet doen, nee! Gaan we hem samen aanpakken? Ik schiet hem gewoon heel ver weg. Oh, dat ga ik beter niet kunnen doen. Nou gaat hij exploderen! Nee, op mijn farm! Oeps. Oh jee, daar gaat het met z'n keer niet echt gaaf in. Dat zou ik ook even halen. Echt gevaarlijk. Oh, achter je! Dit is een gevaarlijke spin achter je! Wat is dat?
Hey, wil jij misschien dat ei hebben? Dan heb jij ook eigenlijk je eigen creepertje. Oh ja. Hier ligt hij in het water. Wat die farm weg. Nou Guido, hebben we je in ieder geval iets gegeven wat je weer kan repareren wanneer dat je decent internet hebt. Waar is hij nu? Want, je hebt hem op je hoofd zitten, als je naar boven kijkt. Oh. Kom. Ja, bij mij is het een broek, maar dat maakt niet uit. daar heb je die enge spin! Wat heeft hij eigenlijk? Betwak? Of zoiets? Ik ben helemaal kapot hier, man. Wat is dit? Betwak? Oh, hallo. Oh, die scorpion die... Oké, ik ga ervoor. Pak aan. Auw. Dat ding zit niet meer achter me aan, hè? Welk ding? Nee, volgens mij is hij gewoon weggeteleporteerd. Nee, alleen we hebben een issue met de farm. Yes! Hoe? Hoe krijg ik nou in één keer weer... Your life has increased by one and is fully replenished. En ik heb nog maar 2 hartjes! Ik heb dat ook gehad. Nou, het zou wel full health zijn, maar het zou wel gewoon een glitch zijn of zo. Maakt niet uit. Afen, ik heb iets leuks, dus ik heb iets leuks. Mooie farm. Nou ja? Ja, dat... even wacht, ik wil nog eerst eventjes... Ik heb nog wel eventjes tijd om de eettafel eventjes te maken en dan daarna gaan we inderdaad... Oké. Op jacht? Langs. Nee, dan gaan we eventjes langs mijn huis om een leuke afsluiting voor de video te maken. Dan doen we eerst nog wel eventjes het bochtje van Awesome Comments, natuurlijk. En ik heb wel een leuk idee om dit af te sluiten, wat me nog meer editingwerk gaat geven. Mijn toekomstige ik gaat me zo haten, niet mijn probleem. Ik heb nog een mutant creeper gevonden, ver van vandaan. Mag ik hem neerschieten? Creeper, hè? Die moet je gewoon op de grond laten staan. Wacht eventjes, volgens mij maak ik nou een gigantische denkfout. Wat me nog meer editingwerk gaat bezorgen, maar ja, niet mijn probleem. Hello. Nee! Koffie! Komt u binnen? Ik ben van de Nationale... Nationale Theecomité. Sorry, maar ik handel alleen maar in U's. Hij zegt dat ja. Hier... Hoi. Hoi. Nee! Nee! Mag ik even binnenkomen? Nee! Oké, jawel. Kom maar binnen. Ja. Eventjes nog wachten, ik moet heel eventjes die tafel even maken. Even een vraag, is dit een draagmuur? Een draagmuur? Ja. Ja, die draag ik overal mee naartoe. Voor het geval dat, dat dit alles explodeert, moeten we toch weten of dit een draagmuur is. Kijk. Oh, dit ziet er leuk uit. En we hebben een Tommy. Oh, jullie merken het. Ja, alleen het is een opname, jongen, dus dat weet je, hè. Dus, wat? We zitten in een opname. Wat voor zenders zijn er eigenlijk allemaal op die tv? Ja, dat ga ik dus demonstreren. Oh, oké. Okay. Maar daarom wil ik eerst eventjes deze tafel even afmaken. Ik ben benieuwd. Dus ik zou zeggen, ga alvast lekker zin in. Oh ja, leuk. Gezellig. Leuk. Alex, kom je er gezellig bij? Oh, ik ben nu super ver. Kom maar aan. Ik zit, denk ik. Ik weet niet of ik op jouw beeld ook zit, maar... Ik kom zo, hoor. Ik ben bezig met opstarten. Ja, dat komt dadelijk in gag, dus dan moet je gewoon heel even zijn. Ik zit toch niet op jouw stoel, hè? Nou, ik zit hier in het midden, inderdaad. Dit is mijn. Jullie gaan daar gewoon aan zitten. Alex! Ik ben er bijna. Ik ga eventjes eerst het bordje van de comment doen, want dat vergeet ik nou bijna helemaal. Oh! Het bordje van de comment, ja. Shame on me, shame on you, shame on Winnie the Pooh. Er is maar één ding opgevallen, trouwens, hieraan. En dat is? Dat deze... Je hebt dit anders geschreven dan het bordje erboven, aflevering. Hoezo? Kijk maar, is goed. Daar is aflevering... Aflevering 1, aflevering 2, aflevering 3... Ja, maar kijk eens goed naar de spacing. De spatiebal. Oh, ja nou, en dat maakt het een beetje leuk om naar te kijken. Ja, dat is waar. Creatieve oplossing. Ja, precies. Aflevering 13! Gezellig. Je staat voor mijn beeld. Deurbel! En dan ga ik heel eventjes, de comment... pakken. Ja, ja. De reactie was van Casimir Cars. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, hoor. Casimir. En dan Cars. Maar dan met de K. En die had getypt... Hoeveel... Tornado's...
tornados komen er nog. Nou, als het aan Alex ligt, blijft er geen wereld meer over. Dus ja, dat is eigenlijk de comment van de dag. En hoi. Waarom sla je mij? Dat was ik niet de eerste keer. Nee, niet de eerste keer, niet, nee. Nou, jongens, gaan we even gezellig eventjes bij mijn huis. Yeah! En dan gaan we gewoon gezellig eventjes kijken wat, voor, wat er op televisie te vinden is. Oké. Okay. Kom gewoon binnen. Oh. Ja, ben ik weer bezig. Ik zit hier. Nee, dat is mijn plaats. Ik zit hier dan. Hier, ja, het regent. Ja. Ben je nou blij? Als we maar niet gaat onweren. Maar dat doen we wel in de volgende aflevering als het gaat onweren. Dus wil je alsjeblieft nou zo snel mogelijk even naar die andere bank toe gaan? Dank je. Hallo, je zit op mij. Schoot. Auw. Ja, daar zit, dit is mijn bank. Jullie moeten op die andere bank gaan zitten. Sorry. Zo. Oh! G-man! Willen jullie voor mijn beeld gaan? Ga van die tafel af. Jongens, dat doe je het zelf thuis ook niet met je voet op de tafel. Kom op! Nou. Tommy, je staat... Wat doe ik? Je staat op tafel! Nee! Oh. Oké. Okay. Iedereen staat bij mij. Iedereen staat bij mij, niemand zit. Ik zie jou zitten. Oké, okay, nou als dingen... Nou, weet je wel, anders blijf jij eventjes gewoon in de hoek van de kamer staan. Dan ga je gewoon daar even staan, ga je gewoon daar staan of zo. Dude, wat doe je nou? Ik weet niet, hoe moet ik opstaan? Ik ben nieuw met deze mod. Gewoon met shift. Oh. En weg. Oké, okay, dankjewel. Nou, dan gaan we gewoon nou... Even kijken, we hebben nog meer op tv. Leuk. Hey, dus daar komt die crap vandaan. Dus, oh, nou nee, dit zijn gewoon de CDI cutscenes. Heb je nou je zin? Ja, leuk toch? Nou, ik ga gewoon nog even naar een andere zender. Hé, hey, kijk daar, nog met Mario Kart 8 tegen. Dat is boeiend. Dat is leuk. Nou jongens, ik ga gewoon lekker even deze Let's Play even afkijken van Mario Kart 8. Dus ik hoop jullie natuurlijk te zien in de volgende aflevering weer. Laat een reactie achter als je natuurlijk op de afval van Asmon Comments terecht wil komen. En met dat dank ik jullie voor het kijken. Dit was... jongens, niet te veel bij die televisie. Dat is dus Dario. Weet je hoe moeilijk dat is om te bewerken als jullie ervoor gaan lopen? Niet doen! Alex. Ik loop erachter. Met dit soort trolls moet ik gewoon werken. Nou, ik geef jullie een paar mensen in elkaar staan. Hoop jullie morgen weer in de volgende aflevering te zien. Hun liggen dan helemaal bont en blauw. Maakt niet uit. Nee! Ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei! Doei! Later. Doei.